In de loods waren 7 mensen aanwezig toen de brand uitbrak. Een van hen liep lichte brandwonden op en is overgebracht naar het ziekenhuis. De rookwolken waren tot in de wijde omtrek te zien. De rook trok richting de ijtunnel, maar omdat het weer relatief goed was, stijgt de rook hoog op en is er verder geen gevaar voor. Want er ligt een kinderdagverblijf vlakbij, maar dat wordt nou letterlijk in de gaten gehouden. De brandweer zette veel materieel in. Om 22:30 gaf de brandweer het sein brandmeester. Tijdens het graven schuin onder het metrostation Amstelveenseweg stuitte de graafmachine rond het middaguur op een gasleiding, waardoor een groot lek ontstond. Het gat is groot. Er is daarbij ook gas vrijgekomen. Het is op dit moment zo dat de brandweer de hoeveelheid vrijgekomen gas monitort om te kijken hoe zich dat ontwikkelt. Ja. Wat doet de brandweer dan als er zoveel gas vrijkomt? Nou, zoals je kan zien wordt er water gesproeid. Het water sproeien is inderdaad om dat te vermengen als het water. Zodoende proberen ze in toom te houden. Het tram, trein en metroverkeer werd onmiddellijk stilgelegd. Met lange vertragingen voor reizigers tot gevolg. Een voorbijganger rook vanmorgen een sterke gaslucht en waarschuwde de politie. Die ontruimde het café en een paar buurpanden. De huizen zijn ontruimd en mensen zijn opgevangen op het politiebureau. Een aantal mensen hebben zelf onderdak gevonden. Ja. Om hoeveel mensen gaat het? Het zijn er enkele. Tientallen. Omdat het gas zich in het riool leek op te hopen, werden putten geopend om het riool te ontluchten. Het lek was moeilijk te vinden en er zijn verschillende gaten in het wegdek gemaakt om de bron van de overlast te vinden. Het kruispunt voor de droogbak werd in verband met de werkzaamheden afgesloten. Nou ja, ik heb daar vlakbij gewoond, dus ik weet nog wel paardjes om er te komen, maar het wordt wel even omfietsen, vervelend. De lekken zijn inmiddels gevonden, maar het reparatiewerk is nog niet klaar. Bewoners mogen nog niet naar huis. Ze worden opgevangen in een hotel in de buurt. Naar verwachting kunnen ze vanavond wel thuis slapen. De brand brak rond 22:30 uit in een huiskamer op de tweede verdieping. Bewoners van de eerste, tweede en derde etage moesten hun woning verlaten. Zij zijn opgevangen in de kantine van de flat. 5 personen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Rond 1:00 konden de meeste bewoners weer terug naar hun woning. Bij 6 woningen was de schade te groot. Die bewoners worden elders opgevangen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het is tegen 6:30 als er ineens een keiharde knal klinkt op het spoor ter hoogte van het Westerpark. De Sprinter naar Uitgeest en de Intercity naar Nijmegen zijn frontaal op elkaar geklapt. In beide treinen zitten in totaal een paar honderd reizigers. Onmiddellijk rukken de hulpdiensten met groot materieel uit. De mensen die in de achterste coupé zitten kunnen de treinen zelfstandig verlaten. Maar in de voorste coupés is de situatie totaal anders. Reizigers, waaronder veel zwaar gewonden, zitten bekneld en moeten door de brandweer losgemaakt worden. Tientallen lichtgewonden worden ter plaatse behandeld en in een verzorgingshuis ondergebracht. In Uithoorn dreigen 2 klokkentorens van de Sint-Jan de Doper in te storten. Tientallen omwonenden van de Rooms-Katholieke Kerk hebben afgelopen nacht ergens anders moeten slapen. Woensdagmiddag rond 22:30 werd in allerijl het gebied rond de kerk uit voorzorg ontruimd en afgezet. Hoogwergers begonnen met het afhalen van de ornamenten bovenop de toren. De kerk is al jaren in erbarmelijke staat. Eind 2007 werd de kerk al buiten gebruik gesteld vanwege de slechte bouwkundige staat. Verwacht wordt dat rond 3:00 vrijdagmiddag het gebied weer opengesteld wordt als de constructie van de toren stabiel gemaakt is. Ja, rond omstreeks 22:30 kregen wij de melding, dus dat betekent dat die brand iets daarvoor is ontstaan. En bij aankomst betrof het een uitslaande brand in de oude boerderij. De brand is ontstaan ergens in de scheiding tussen het woongedeelte en de stal. Er woonden alleen nog een oudere echtpaar, er waren geen dieren meer in de stal aanwezig. Die mensen hebben zich gelukkig in veiligheid kunnen brengen. En het heeft voor de brand ongeveer 1 uur geduurd voordat wij de brand onder controle hadden. Maar helaas is wel de boerderij en de stal die zijn verwoest. De brand ontstond rond 22:45 ochtends. Volgens getuigen sprongen er 2 mensen van de eerste verdieping naar beneden. Anonieme Litouwse getuigen vertelden dat het dodelijke en het gewonde slachtoffer ook Litouwers zijn. Volgens buurtbewoners zou het pand onderdak hebben geboden aan voornamelijk Oost-Europeanen.
Begin mei is voor het pand een vergunning aangevraagd voor een verbouwing met als doel er kamers te gaan verhuren. De gewonde met de hoofdwond is naar het ziekenhuis overgebracht. Om 6:30 brak de brand uit in een woning boven een café. De politie vermoedt dat de man als enige aanwezig was in het pand. De man was lichamelijk gehandicapt en heeft het brandende huis vermoedelijk niet op tijd kunnen verlaten. Vanwege de rookontwikkeling moesten omwonenden tijdelijk worden geëvacueerd. En het slachtoffer was vermoedelijk de bewoner van het pand. Nou, het is zo dat even na 5 hier een explosie heeft voorgedaan op een woonboot. Daarbij is aanzienlijke schade aangericht, zoals u kunt zien in de omgeving. En bij deze explosie is 1 persoon zwaar gewond geraakt en zijn 4 personen licht gewond geraakt. En degene die zwaar gewond is geraakt, wat weet u over diegene? Daar weten we over dat deze persoon is afgevoerd naar het ziekenhuis. Heeft u enig idee al waardoor die explosie veroorzaakt is? Het is zo dat wij op dit moment eerst zorgen dat het glas wat je hoort vallen naar beneden, dat geen gevaar meer oplevert. Veel hulpdiensten op het Damrak. Gelukkig is de brand toch snel onder controle. Wel wordt een vleugel van het Victoria Hotel, dat grenst aan de VEBO, direct ontruimd. Bij hotelgasten is dan al rook hun kamer binnengekomen. 25 mensen worden ter plaatse behandeld. Hoe de brand exact ontstaan is, wordt nog onderzocht. VEBO en het hotel hebben veel rook- en waterschade. Ze proberen de boel zo snel mogelijk weer op orde te krijgen. In een mum van tijd stond het gebouw in lichterlaaien. Helemaal niets is er over van de vechtsportschool die door oud-wereldkampioen Lucien Carbin is opgezet. De school is onlangs overgenomen door een nieuwe eigenaar die zichtbaar kapot is door de alles verwoestende brand. De grote brand ontstond rond 7:30 in de opslagruimte van Halfords aan de Linnaeusstraat. Er vielen geen gewonden. Wel werd het blussen bemoeilijkt door de hitte en de vele rook. 8 woningen zijn onbewoonbaar. De andere hebben nog steeds geen gas en licht, maar bewoners kunnen wel al een kijkje nemen. Het was alarmfase 1 toen de medewerkers van Oil Tanking gisteravond tot hun verbazing zagen dat een van de drijvende daken van de benzinetank was gezonken. En dat levert een levensgevaarlijke situatie op. Het drijvende dak is bedoeld om te voorkomen dat de benzine die in de tank zit kan verdampen en zich kan mengen met zuurstof boven de vloeistof. En dat kan in principe explosiegevaar opleveren. Rond 9:30 brak die brand uit in een keuken. Via het afzuigkanaal en de spouwmuur verspreidde het vuur zich naar een woning erboven. De bewoners waren niet thuis. Om te voorkomen dat de brand zou overslaan naar naastgelegen woningen, zette de brandweer groot materieel in. Buren moesten uit voorzorg hun huizen verlaten. En ook zijn er 2 mensen uit de naastgelegen sauna gehaald. De shawarmazaak is volledig uitgebrand. De brand brak rond 1:00 uit in een pand aan het einde van de Herengracht, vlakbij de Amstel. De brand is ontstaan op de zolderetage, die helemaal is uitgebrand. Het slachtoffer kon de woning niet op tijd verlaten.